op deze Jannehiek was zoiets van... ja, iedereen weer best wel angstig. Dat viel mij wel op. Dus maar van ja, wat moeten we nou dwaan? Maar we nou de band toezaren en net weer alleen nog een fietslid te gaan en zulke dingen. Ik zou van hier uit direct rechts weer door naar huis. Wat je in dit soort situaties zegt, is dat de politie heel weinig vertellen keer over het onderzoek. En dan krijg je zo'n gevoel van, ja, maar wat er gebeurd is, hier is ik gebeuren kent. En dat hoort er meestal wel even nu te sliep. Ik denk dat de belangrijkste is dat de band zo snel mogelijk weer in een goede ritme komen. Dat ze er thuis op praten kunnen, maar ik vooral op squallen. Dat je ze best een tiertje steunen kunnen met nachtlampjes en dat soort dingen. Maar dat je probeert met zo snel mogelijk weer in een goede ritme terug te komen. Het gaat om de veiligheid in je eigen wenning te vergroten. En dan gaat het met name over even goed zijn naar je hang- en sluitwerk. Zorg je ervoor dat kostbreden dat die net in het zicht liggen. Dus je iPad even oproemen dat je voor geen sieraden op tafel liggen. Geen yield zichtbaar in de wenning liggen. Alleen van die hele lietse dingen. Maar dat zorgt er wel voor dat je in ieder geval wat geruster voor beginnen. Ja, dan weet je. Dan zie je me morgen. We hadden de omgeving minutieus uitkampt, zowel in de wenning, maar ook buiten de wenning. Ja, en dat kostte gewoon een aantal dagen, want zo'n onderzoek dat ken je maar één keer van. Maar ik het jaren van Tjoren, daar ben we er ook mee bezig. We zijn in gesprek met de familie en mijn orenbelustenden. Dus ja, het onderzoek rint volop. Mooi, ja, heel mooi. Dat er echt naar luisteren wordt en dat iedereen... als je gevoelig hem kwijt kan en slachtoffer hulp wie erbij. Dus nee, echt heel mooi.